Ze Commodore Den Helder en Nashua Lasers uit Den Bosch. Toen won Commodore en werd de nieuwe landskampioen. Gisteravond stonden ze in Den Helder opnieuw tegenover elkaar. Nu met als inzet de eerste plaats in de Eredivisie. De topper tussen Commodore en Nashua gisteravond was de tweede zware wedstrijd van Nashua in 5 dagen. Na het verlies afgelopen dinsdag tegen Bestmeet moest de koploper in de Eredivisie basketbal voor zo'n 1300 toeschouwers iets goed maken. Maar Roy Leijsner van Nashua was gisteravond meer verpleger van een ziekenhuis dan coach van een topploeg. Want we gaan zo de basisvijf van de Lasers zien. Maurice Schovers met nummer 4. Nathan Dijkstra, ook een jongen die nooit in de basis staat. Tanno Pieters, wel iemand die een vaste keuze is. Jos Kuipers, natuurlijk. En Brian Pollard, de Amerikaan, die als enige Amerikaan moest spelen. Want Carl Lott, links, was geblesseerd en dat geldt ook voor Raymond Botsen en Ronald Schil. Scheidsrechters Rolvink en Herweijer. En dit is Kees van Rootselaar, Marco de Waard. En dan zijn we bij de basisvijf van Commodore. Ook het te velden. John Jerome, Amerikaan. En Tico Cooper, de lange center van de helderste ploeg. Tom Boot, de coach, overbekend. En Roy Leijsner. En dan pakken we de wedstrijd op bij 3-2, vlak na het begin van de wedstrijd. Schotje, goede rebound voor Jos Kuipers. 3 basisspelers misten de Lasers. En Pollard scoort 3-4. Voorsprong dus voor Nashua. Brian Pollard moest eigenlijk alles alleen doen gisteravond. Guard spelen en ook nog de punten scoren. Kees van Rootselaar, de uitblinker, scoort 5-4. Lekker vol dus in de slenk. Die zagen Kees van Rootselaar 5-4 op het scorebord over. Brian Pollard brengt de bal op. Jos Kuipers, een beetje vermoeid waarschijnlijk na de afgelopen weken. Nederlands team, zware wedstrijden met zijn ploeg. En dan de steal van Kees van Rootselaar. Gaat alleen door, schiet en scoort 7-4. Speler ook van het Nederlands team, Kees van Rootselaar. Samen met Jos Kuipers. Op de velden tegenover zich. Pollard kan Dijkstra niet bereiken. Dijkstra erg lang. Maar daar is eigenlijk alles mee gezegd. Heeft John Jerome tegenover zich. Dan ook Pieters. Van ver. En dan ook Pieters scoort. Voor de Lasers 7-6. Geweldig goed paasje, lekker binnen doorgespeeld naar John Jerome, de Amerikaan. En dan is het 9-6. En tijd voor een eerste sprongetje in de wedstrijd na die slow motion van John Jerome en de score. Geen topper die Jerome, maar wel een lekkere basketbal. 16-8. Dan de stand. Verre paas op Pollard. Goede schijnbeweging en de score. Brian Pollard scoort 16-10. Erwin Hageman komt dan in het veld. Hij is dit jaar nieuw bij Den Helder. Hele lange jongen. En moet het onder de borden gaan doen waar de Amerikanen eigenlijk achterblijven. Er zijn al een paar lange Amerikanen geweest in Den Helder, maar die voldeden niet. En dan moeten de Nederlanders het maar eens gaan opvullen. Marco de Waard. Tico Cooper. Hoekshotje. En die bal gaat binnen. 18-10. Goede periode voor de lange Antilliaan. 2 meter lang. De geruchten gaan dat dit zijn laatste seizoen is. Bij Commodore Den Helder, Jos Kuipers. Dat een matige wedstrijd gisteravond. Pieters omhoog, mist. En dan is het Chris van Dinten die de rebound pakt. Meteen afgeeft aan spelmaker Kees van Rootselaar. En dan is het weer zoeken naar het gaatje. Hageman. De Waard. De buitenspeler Chris van Dinten. Lekkere beweging en dan de tip in van Tico Cooper. 20-10. Twan van Stiphout, die maakt een domme fout. En dat zal hij te horen krijgen ook van Roy Leijsner, zijn coach. Dat dus tegen Twan van Stiphout. En het is inderdaad nog een jonge speler. Hij komt van de jeugd van Nashua, maar door het gebrek aan guards
mag hij het gaan leren bij de grote jongens. Dit is trouwens het laatste optreden in Nederland van Terrence Beau Rayford, hier aan de bal. Een vreselijk slechte basketballer die ook terecht morgen teruggestuurd wordt naar de Verenigde Staten. Maurice Schover, zijn drie punten. Brengt de stand op 30-22. Het gat blijft dus redelijk te doen voor Nashua. In de eerste helft, 30-22, 8 puntjes verschil. Van Rootselaar weer aan de basis van een aanval, ook het te velden. Van Rootselaar, een driepunter. En dat is de kracht van Commodore. Vergouden de tegenstander even terugkomt, meteen keihard terugslaan. 5 driepunters in de wedstrijd zou Kees van Rootselaar schieten. En dat was er één van. Dijkstra. Mist. En via de handen van Tanno Pieters gaat de bal buiten. Balbezit dus weer voor de regerend landskampioen, Commodore Den Helder. Ook het te velden. Rootselaar, de Waard. De Waard, 4-3 punten gisteravond, begint op de weg terug te komen. Daar komt hij, legt aan. Hey hoor. De driepuntskoning van de afgelopen jaren liet weer even van zich horen en zien door deze driepunter. En Boot is er ook tevreden over. 36-22. Was het op dat moment, de rust was 42-26 en dan zitten we in de tweede helft bij 52-36. Een rommelige fase van beide ploegen. Jerome mist, Van Dinten kan niet doordunken. Cooper mist en dan gaat het balletje er toch in. Door John Jerome. Kijk, Jerome, de Amerikaan omhoog, mist. Dus Kuipers kan de bal niet krijgen van Nashua. Cooper met die uitschuifarmen mist. En dan is het Jerome die terugkomt en scoort. Ferry Steenmetz. Dat is een belofte, al een paar jaar. Maar liet het gisteravond zeker niet zien. Kijk eens naar dit schot, compleet mis. Een airball. Miste alles en iedereen. Zitten we bij 56-40. Comfortabele voorsprong voor Den Helder. Ook het te velden, Kees van Rootselaar. Rolf Franke. Chris van Dinten. Een paar jaar geleden nog speelend voor Weert. Ook het te velden schiet. En een van de weinige punten van Ook het te velden, maar dit was een goeie. ...58-40 van de stand. Stiphout, moeilijke bal op Pollard. En dan zijn de Heldenaren snel weg. Baas en de dunk van Chris van Dinten. Lekker balletje van Kees van Rootselaar. Op het linkerhandje van Chris van Dinten die de bal keihard door het netje dunkt. Daar de herhaling. Goede assist van Rootselaar. En Maurice Schovers wordt hard tegen de grond gelopen, want het was wel een persoonlijke fout voor Chris van Dinten. Maar de score was er niet minder om. Franke, Van Rootselaar, Van Dinten, lekker binnen doorgespeeld naar Erwin Hageman. En die 2,11 meter lange center, vorig jaar nog speler voor Acrides, maakt die bal goed af. Ja, en dan is het gewoon eigenlijk al gebeurd. 62-40 is dan de stand. En een moeilijke gang voor Nashua is nog lang niet ten einde. Pollard en de tip-in van Tanno Pieters. 18 punten totaal had hij gisteravond. En kwam redelijk aan de voldoende. Hageman. Dan een verschot. Een driepunter voor de Dr. Anders. Dat is hij van de week geworden. Rolf Franke. Dan zitten we in de laatste halve minuut. 81-65 is dan de stand. Wedstrijd al gespeeld. Op de velden pakt nog een rebound. Brengt de bal op. Rolf Franke. Bulletje Franke. Scoort nog een driepunter. Brengt de stand op 84-65. En nog één scoren. Is een prettig hoor. Van Brian Pollard, de Amerikaan. 84-67 is de einduitslag. En zuster Leisner heeft problemen. Dat geldt niet voor Ton Boot. Want hij wint en komt bovenaan. Beste speler was Kees van Rootselaar met 26 punten.
En dan de andere uitslagen. Het gaat goed met Celex BSW. En minder goed met Computerij en KBS Orca's. Bestmate ook weer dik gewonnen van Vesto BVV. De stand 1 Commodore, 2 Bestmate en 3 Nashua. En ook Celex en Donar doen goed mee.